Het volgende groentefilmpje komt uit mijn moestuin e-book. Een onmisbare hulp. Je kunt het makkelijk lezen op je computer, op je laptopje, op je iPad en op je smartphone. De gratis demo downloaden doe je op www.herwiggarden.info. En het dikke boek, dat kun je daar kopen voor de belachelijk lage prijs van €3,99. Vandaag gaan we filderkraut zaaien. Wat is filderkraut? Dat is een soort spitskool. Je kunt hem zien hierop. Heel erg spits. Dus een super spits spitskool. Wat hebben we nodig? Dat zaad natuurlijk. Zaaigrond. Een zaaischaaltje. Dat is nog iets handiger dan een potje. Want het is twee keer zo'n groot oppervlak. En een beetje grof zand om het straks af te strooien. Ik vul het zaaischaaltje met goede zaaigrond. Goed aandrukken. Een beetje vlak maken. Zakje openmaken aan de onderkant. Ik laat het zaad even zien, maar het ziet eruit net zoals alle koolzaad. Kleine ronde, donkerbruine, zwarte, bijna zwarte zaadjes. Kun je het zien? Ik doe ze weer terug, want die gaan er niet allemaal in hoor. Veel te veel. Zo, foutje in het zakje maken en nu kun je zaaien. Doe er niet meer dan 20 zaadjes in zo'n bakje en zo dat ze een beetje een paar centimeter van elkaar afstaan. Dat zou het mooiste zijn als dat lukt. Lukt niet altijd, maar probeer ik het altijd. Genoeg dun afstrooien. Met een beetje van die fijne zaaigrond tussen je vingers wrijven. Nog even aandrukken. En dan een klein beetje van dat grove brekerszand erop. Dan blijft het oppervlak mooi open. En gaat het niet dicht slibben met algen en zo. Een etiketje erbij. Moet ik nog even opschrijven. En dan altijd even laten optrekken in een schoteltje met water. Wachten tot het water helemaal boven is en dan binnen laten kiemen. Het is een beetje lang uitgegroeid. Dat komt omdat er te weinig licht was. Zie je heel die lange steeltjes. Maar dat is helemaal niet zo erg. Dat gebeurt wel vaker. Dus dat gaan we nu even corrigeren. Ik haal de plantjes er voorzichtig uit, zodat ze niet breken. Als dat lukt. ...9 centimeter potje, vul ik met goede potgrond. Dan één plantje voorzichtig losmaken. Met zoveel mogelijk grond eraan laten. Kijken welke het wordt. Deze wordt het. Kijk, en nu kan ik hem meteen een beetje dieper zetten. Zo. Als je dan klaar bent, ziet het er zo uit. En er staan alleen de blaadjes boven de grond. Dat lange steeltje, daar niks meer van te zien. Dat heb je helemaal weggewerkt onder de grond. En dan in een schotel met water zetten. Potgrond is vrij droog. Etiketje er weer bij. En wachten tot het water helemaal boven is. Kan rustig een half uurtje duren. Dan er weer uit laten lekken. En verder laten groeien. Tot het plantje groot genoeg is om in de grond te gaan. Het filderkraut is goed gegroeid in de potjes. We kunnen het nu uitplanten. Maar er is nog een kleinigheidje.
Kijk, het is al behoorlijk aangegeten. Door kleine kevertjes. Zie je die gaatjes in het blad? Dat is niet zo best. Dus we zullen er toch een zeepsopje of iets dergelijks even overheen moeten spuiten. Als dit zo doorgaat, blijft er niks van over. We gaan ze in de grond zetten. We hebben een bed van 1,20. Zetten we twee op een rij. Dan weer één ertussenin. Een stukje verder. En zo maken we optimaal gebruik van de ruimte. Voor de flinke planten. Dit is een spitskool, hè. Plant uit het potje. Plantje in de grond. Goed aandrukken. Stevig planten. Eventueel wat dieper plaatsen. Als het plantje een beetje gerekt is. 8 filterkraut staan erin. Nu moeten we ze goed inwateren. Niet te zuinig zijn met water. Dat moet doordringen. Dus maak er maar een moerasje van. Het is nu herfst. Het vriest bijna. We gaan nu het filterkraut oogsten. Kijk, zo is dat gegroeid. Heel veel blad zit eromheen. Dat halen we er zo meteen af. Maar het gaat om dat centrum. Dat lange, spitse centrum. Nu heb ik al dat omblad eraf gehaald. En zie, er blijft er over. Dit gaat de keuken in. Ik heb het filterkraut nog even neergelegd. Die enorme spitskool. Zo kun je zien wat een groot ding dat is. Niet te vervoeren. En daarom zie je het natuurlijk ook nooit in de winkel. Veel te kwetsbaar. Dus je moet dat zelf kweken. En lees dan mijn moestuin e-book erbij. Dan vind je nog veel meer informatie over al die koolsoorten.